Welkom. Na 6 jaar is hij weer terug in de Nederlandse theaters. Vanaf aanstaande woensdag, dat is 19 november, dan staat hij in Theater Heerlen met een splinternieuwe theatershow. Ja, dat terwijl hij amper 2 weken terug nog de marathon liep in New York. Ja 54 jaar inmiddels. Vorige week zondag. Is een beetje goede tijd gelopen? Nee, helemaal niet. Maar ik heb in ieder geval wel uitgelopen. Hoe lang is het lopen? Oude mannen tempo heb ik gedaan. Maar het was dik 6 uur of zo. Dik 6 uur? Ja, maar ik had een ontstekentje onder mijn voet. Dus op een gegeven moment 29 kilometer. Maar ja, maar er zijn ook heel veel mensen die hebben hem nooit gelopen. Precies. En hem ook nooit uitgelopen. Dus, maar ja, ik liep ook nog voor een goed doel om geld op te halen. Dus ik kon niet uitstappen. Nou, over dat goede doel gaan we het zo meteen hebben. Want Henk Hover, onze collega en programmamaker, zit hier ook met een goed doel. We hebben wat beelden van die marathon in New York. Oké. Okay. Zo ziet het er geweldig uit. Denk je, ik ga morgen mee rennen. Maar je had eigenlijk een time-out genomen. Van de zomer even, ja. Dus ik heb een paar maandjes even wat rustiger aangedaan. We hebben zoveel gedaan en ik had het zo hard gewerkt. Dus op een gegeven moment, en mijn stem liet me een klein beetje in de steek. En dat was eigenlijk na het afgelopen jaar met Toppers, de Toppersconcerten. Toen dacht ik van ja, mijn stem moet maar niet beter. En ik denk, nou jongens, ik moet nu gewoon echt even stoppen. Want anders. En natuurlijk, de theatertour begon in oktober. Dus ik had zoiets van, eerst maar even goed weer fit zijn. Ja, want tot en met 7 augustus heb je eigenlijk al je voorstellingen neergelegd, geannuleerd. Ja, dan is er toch wel wat aan de hand, denk ik. Ja, dat viel uiteindelijk wel mee, hoor. Dat waren 6 of 7 optredens, alles bij elkaar. Maar ik ben wel iemand, als ik iets doe, dan doe ik het goed. En dan kan ik niet op halve kracht zingen. Ik heb ook een bepaald soort muziek die gewoon ook heel veel kracht vereist. Het zijn allemaal toch wel redelijk moeilijke liedjes. En dan toch die marathon. Even ja, maar dat is heel anders, weet je. Daar heb je geen stem voor nodig. Die kun je ook gewoon stil doen. Heb je dan nog wel iets op je iPod? Je eigen muziek of zo? Nee, dat werkt niet. Want ik was ook nog met ik heb sowieso met mijn oudste zoon, die liep mee. En een bijzonder goede vriend. Dus ja, je ziet zoveel. Het is New York, weet je. Je ziet zoveel. En onderweg, dan wil je ook gewoon de sfeer wil je oppakken. Ja. Niet niks op je iPod. Nee, Volgens jou weer die marathon? Nee, dit was de laatste. Ik heb hem nu 8 keer gedaan. Zo. Ja, dus nou wel welletjes. En ik vond het nu welletjes. We gaan nu halve doen. Halve marathon. Is in Venlo een hele leuke. Ja, nou ja, dat zijn allemaal leuke dingen. We hebben ook besloten, omdat we hebben een klein clubje met vrienden al jaren. Waaronder Mark Klein Essink. En dan gaan we met de dames gaan daarmee. En dan gaan we weekendjes. En dan gaan we willen Parijs doen, Londen. En is dat ook allemaal voor het goede doel dan? Weet ik nog niet. Misschien wel, misschien ook niet. Want voor welk goed doel heb je daar in New York gelopen? Deze heb ik geloof voor Stichting Happy. Mm. Leg even uit als voor kinderen die. Kinderen, ja, wij zeggen altijd kinderen met een onzichtbare rolstoel die gewoon iets meer aandacht vereisen dan andere kinderen. En Stichting Happy heeft een hotel in Mierlo. En dat hotel moet natuurlijk, dat hebben we ooit een keer gebouwd. We hebben in 2009. Hebben we ooit een serie gedaan op televisie om het hotel te realiseren. Ja. Voor die kinderen. Je moet je voorstellen, het zijn kinderen die kunnen kinderen zijn van de voedselbank. Mm-hmm. Kunnen kinderen zijn die uit de ouderlijke machtshandel zijn. Maar met name zijn het kinderen die hebben ADHD kinderen, ADD, Asperger. En ja, die kinderen hebben gewoon veel meer aandacht nodig. En die krijgen daar een time-out of zo. Die kunnen daar een week lekker zichzelf zijn. Die kunnen daar kind zijn. En je moet je kunnen voorstellen dat als zo'n kind in een hotel zit, waar ook echt medewerkers en vrijwilligers zijn, die daar heel goed mee weten om te gaan. Die hebben ook weer verstand van alle medicijnen die de kinderen moeten. Hè? En ook de aanpak hoe het met die kinderen gaat. Dan hebben de ouders ook even een weekje vakantie. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk aan twee kanten. Als jij kinderen hebt waar je gewoon dag en nacht bij moet zijn, dat is natuurlijk ook voor de ouders heel vermoeiend. Even nog naar die marathon, wou ik met je terug. Want in 2004 heb je hem ook gelopen. Ja. En toen gebeurde er eigenlijk iets. Er werden testen gedaan, urinetests. En toen werd er ook een ontdekking bij jou gedaan. Hè? Ja, de eerste marathon die ik gelopen heb was in 1998 in New York. En in 2004 hadden we een televisieserie, ook op televisie. En altijd op televisie trouwens. En toen hadden we zoiets, er moet ook een dokter bij. En toen hebben ze die hebben ons getest ook. En die man deed ook een PSA-test waaruit voorkwam dat ik prostaatkanker had. Ja,
Dat was eigenlijk, daar kreeg je dat te horen, dus bij die marathon. Denk je daar nog steeds aan als je dan nu gaat rennen? Is dat zoiets? Nee, maar ik heb wel op dat moment had ik wel een engeltje op mijn schouder. Dat die man, dat je er zo vroeg bij was? Dat, sowieso, wat was ik? Ik was 43, 44. En dat is natuurlijk heel jong, hè? Dat je dan, maar goed, inmiddels, we zijn er weer. Ja. We functioneren. Ja. En je gaat helemaal ermee door. We hebben nog wat van het begin van jouw carrière. Toen je doorbrak op tv, weet je nog wanneer dat was? Nou, echt mijn echte doorbraak was rond 1987. Dat was mijn echte doorbraak. Maar voor die tijd had ik al televisie gedaan. En ik geloof dat een van mijn allereerste was ooit bij André van Duin. Ja, nou, die hebben we. 83 is dat. Ja, 1983. Oh. Kijk. Is dit Albert Werks of ben jij dat? Ik werd vroeger wel heel vaak met Albert Werks vergeleken, ja. Waarom zeg ik dat? Ik denk, inderdaad, ben je het wel? Nee, ik ben het wel. Je zei net zelf geen spat veranderd. Ja, maar... Ondertussen is er zoveel gebeurd. Je hebt concerten, Ahoy, Vol de Toppers. Je hebt alle televisieprogramma's. Ik ben bijna op het Songfestival nog terechtgekomen. Ben je nog geweest ook? Ben je nog geweest, maar... Maar niet in de finale, bedoel je? Niet in de finale, uiteindelijk. Maar beginnen ze daar weer aan? Nee. De pakken waren heel leuk. Nee, maar je hebt de weg bereikt voor Ilse de Lange en voor Anouk. Is dit een gevoelig puntje, René, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ja. Ik heb de tijd van mijn leven gehad. We hebben allerlaatst, ik geloof dat we drie puntjes hadden of zo. Maar het was een feest om mee te doen. Ja, maar nu gaat die Ilse, nou gaat Anouk, die gaat er nou naartoe. Nee, Anouk is niet geweest. Treintje gaat er nu. En heb je niet zoiets van, die doen iets anders dan wij, hadden wij niet op een andere manier erin moeten zitten? Weet je, het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon een goed liedje hebt. En dat is wat daaruit gemaakt wordt. Nou, maar het lijkt op, we gaan het ineens serieus nemen of zo. Of het gaat dat komt natuurlijk ook door sowieso, Anouk heeft natuurlijk een hele goede aanzet daartoe gegeven. Sowieso is Anouk niet een type die je verwacht die naar het Songfestival zou gaan. En dan komt ze ook nog eens met hele goede punten thuis. Ja. Weet je? En uiteindelijk, want Anouk zit toch een klein beetje in de rockgroep, die rocksferen. En als het aan zo'n vrouw gaat, dat iedereen denkt van nou, dan moet het wel wat wezen. Ja. Dus ik denk wel voor de aandacht van het Songfestival dat het heel erg goed is dat het nu serieus is. Ja, Henk is natuurlijk onze Songfestival-expert. Is dit de goede weg om te gaan? Of zijn het Songfestival? Ja, volgens mij zijn we op de goede weg. Ik was in Athene op het Songfestival toen Treble meedeed. Toen vond ik al dat we op de goede weg waren. Ja. Jammer dat zij ook niet in de finale kwamen. Maar ja, zo'n Toppers is een typische act wat bij het Songfestival past. Maar als je gaat kijken naar wat Anouk heeft gedaan en wat Treintje dadelijk gaat doen en wat Commandinders hebben gedaan, dat is het iets meer serieuzere werk, toch? Je zit hier vooral omdat we dachten, met René Vroger kunnen we twee vliegen in één klap slaan. We kunnen over zijn theatershow praten zo meteen. Maar we kunnen ook over datgene praten waar René Vroger voor staat. De voedselbank. Ja. Toch? Ja, ik ben sinds 2008 ben ik ambassadeur. Nou, ik werk met de voedselbank, maar ik ben sinds 2010 officieel ambassadeur van de voedselbank. Wat betekent dat? Dan heb je een ambtswoning met een grote vlag. Ja, ik heb 40 chauffeurs. En, ik heb een audiëntie en zo. Nee joh, het is meer het woord verspreiden. Het is meer het helpen van de mensen die gewoon in Nederland onder de armoegrens leven, wonen. Ik heb gewoon gemerkt dat wij hebben in 2008 hebben wij een geweldige televisieserie gedaan. En toen hadden we in Nederland, waren er toen 13.000 klanten. Je bedoelt even niks te maken? Of welke bedoel jij? Even geen cent te maken. Ja. En jij moet je voorstellen dat toen begonnen we met 13.000 klanten. En we gaan nu bijna over de 100.000 heen. Ja, is dat goed nieuws? Dat is slecht nieuws. En ik geloof dat we toen de tijd hadden iets van 70 of 80 voedselbanken in Nederland. En nu zijn er inmiddels rond de 145. Ja, dus de promotie gaat dus dat is eigenlijk goed. De enige bank die we niet willen hebben. Ik heb alleen wel gezegd, zolang de voedselbank er is, dan blijf ik mij gewoon daarvoor inzetten. Ja. We hebben dus geld nodig en eten. Ja. En daar komt Henk Hover om de hoek kijken. Met name eten. Ja, precies wat jij zegt, geld. We gaan geen geld inzamelen bij alleen. We gaan met alle regionale omroepen samen.
Gaan we 2 weken actie voeren. We beginnen op 8 december, dat is een maandag. En we eindigen als het goed is op 19 december, dat is een vrijdag. En we gaan spullen inleveren. We willen dat de hele tent hier vol met spullen staat. En niet geld mag ook, maar geld is bijzaak. Het gaat over spullen. En we hebben een boodschappenlijst gemaakt. Ja. Nee, dit willen we allemaal graag hebben. Het zijn allemaal houdbare spullen. Hè? Pasta, rijst, blik, groente, vlees in blik. Lang houdbaar. Ja, wat houdbaar is. Potten, pindakaas, pakken, hagelslag. Die mogen mensen zelf gaan verzamelen. Ja, dat is het idee. Ja, maar ik moet je zeggen dat mijn zoons die hebben het jaren gedaan op school. Ja. Op scholen. En zeker met naar de feestdagen toe. Dan hebben ze het initiatief genomen om gewoon de hele school te laten verzamelen. En uiteindelijk is dat opgepakt in Nederland. En ja, het zou te gek zijn als gewoon ook alle scholen in Nederland al rond die dagen wat zouden gaan doen. Mm-hmm. Wij willen dat ook. Wij willen graag dat clubs en verenigingen en scholen en buurtverenigingen, dat die allemaal in hun eigen dorp of stad, dat die een actie gaan opzetten. Ja. Dat die heel veel spullen gaan inzamelen. En uiteindelijk dat al die spullen hier naartoe komen. Dat we dan inderdaad de voedselbanken, er zijn er 6 in Limburg, blij kunnen maken met een heleboel spullen. Ja. En houdbare spullen, want dan kunnen ze dat opslaan. En op het moment dat de mensen het nodig hebben, er zijn 1200 gezinnen volgens mij in Limburg die afhankelijk zijn van de voedselbank. Op het moment dat ze het nodig hebben, kunnen we het dan ook verdelen. Ja, en natuurlijk ook richting kerstdagen is het natuurlijk toch wel lekker dat je medemensen het ook... Zeker. Dat zijn mensen die hulp via de voedselbank krijgen, want die herken je niet op straat, mensen. Nee. L1 heeft een aantal promos daarvoor gemaakt. Eentje daarvan is deze. 3, 2, 1. En dan druk ik op een knopje en dan komt-ie. Deze. Ja. Had ik die mee naar school genomen. Dat was voor godsdienst. Dat deden we zo, dat was voor godsdienst. En toen had ik nog pepernoot over. We hebben thuis nooit koekjes. Samen voor de voedselbank. Heel Limburg komt in actie. Kijk op l1.nl/voedselbank. Spullen. Spullen inzamelen dus, Henk. Voedsel inzamelen, dat is één ding. Want mensen kunnen allemaal zelf initiatieven ondernemen of ontplooien eigenlijk. Er zijn ook al heel veel mensen die al gereageerd hebben. Die ook zeggen, ik ga met mijn zaak dat doen. Of met bijvoorbeeld de Lions. Ons handbalteam uit Sittard-Geleen, die komen in actie. Die gaan goede doelen. Snowworld komt in actie. Vicurie, het ziekenhuis, komt in actie. Je kunt zeggen, als bedrijf bijvoorbeeld, als L1... Wij gaan allemaal spullen inzamelen. Je neemt spullen van thuis mee, kijk in je keukenkast. Je neemt pakken koffie mee, pasta mee. Dat kun je als bedrijf doen. Of dat je bij een supermarkt bent straks. Bijvoorbeeld. Richting kerstdagen. Ja. Dat je denkt van, weet je wat, laat ik wat extra's meenemen. Voor je in je karretje. Voor de mensen die wat je in een pakketje stopt. Ja, precies. Wanneer kunnen we het zien? Vanaf 8 december. En de grote slotshow. We gaan hier intern een mooi tv-programma bouwen. En radioprogramma bouwen. Die is op 19 december. En dan gaan we ook bekendmaken wat we op hebben gehaald. Ook met alle andere omroepen samen trouwens. Ja. Heb jij dat trouwens... Want jij bent ambassadeur dan geworden van de voedselbank. Zit daar dan nog een link met jezelf in? Of geef je jezelf daarvoor op? Op een gegeven moment... omdat wij hadden toen die televisie even geen cent te makken gedaan. Ja. We hebben een maand lang in een volkswijk gewoond, waar mensen woonden die aangesloten waren bij de voedselbank, die klanten zijn bij de voedselbank. En ja, dan kijk, je hoorde er wel heel veel over hier en daar. Maar wij wilden het ook aan de lijve ondervinden. En op een gegeven moment hebben wij ook moeten leven van 1380 euro. Waar dus alles van afgaat, alles, een gasje, lichtje. Zag je jullie ook de hele tijd zitten te rekenen, hè, met onze bonnetjes? We moesten wel, want op een gegeven moment kwamen we gewoon echt geld tekort. En hebben we spullen in het huis moeten verkopen. Ben je anders gaan leven toen? Ja, absoluut. Wat heb je dan veranderd? Netter omgaan met de spulletjes. Thuis even eerder het licht uit doen. Geen urenlang de kraan open laten staan. Zuinige leven, kopen wat je nodig hebt. Ja. En bij wijze van spreken ook met eten en dergelijke inkopen. Want ik ben nogal een ruime eter en ik hou van feesten en partijen en dergelijke. Maar dat je uiteindelijk toch wat meer nagedenken over op het moment dat je bij zo'n supermarkt staat en denkt van, hebben we dat nou nodig? Is dit zo? Maar hoe doe je dat dan als je in een riante villa, waar jij dan aan in woont? Die vraag wordt mij heel vaak gesteld, maar dit brengt mij wel in de positie dat ik heel veel kan doen. Want die riante villa in Blaricum waar ik woon, die krijgt ongelooflijk veel aandacht. En met die aandacht heb ik weer heel veel aandacht voor de voedselbank. En ik heb ook totaal geen problemen ermee dat ik in een riante villa woon. Want het mooie is dat je veel meer kan doen in de hoedanigheid wat ik nu ben. En gelukkig heb ik heel veel aandacht en luisteren mensen. En,
En dat gebruik je eigenlijk om dat daarvoor in te zetten. Ja, René, even... we hebben toen het, ook de laatste dag die we gedaan hebben voor de toen de tijd even gecent te maken, hebben we een eindshow gehad. En daar hebben we die avond hebben we geloof ik meer dan 3 miljoen euro opgehaald. Dus het helpt natuurlijk wel. En mijn vrouw is daar ook absoluut de ster in. Die ook vreselijk meegeholpen heeft. En de kinderen natuurlijk. Ja. Maar mensen zien gewoon dat je met hart en ziel daarvoor bezig bent. Ja. En we hebben binnenkort staan we weer bij grote bedrijven, staan we weer in te pakken en dergelijke. We doen hele leuke dingen met grote supermarkten. Dus de aandacht is vreselijk belangrijk. Ja. Nou, toch even de aandacht naar jouw theatershow. Ja. Je hebt het al volgens mij 6 jaar niet meer gedaan. Nee, ik heb 6 jaar grote shows. Zullen we toch even afstand nemen van die grote show? Even een hoogtepuntje uit de arena van afgelopen keer? Afgelopen jaar? Ja. Narsing met de kans en het doelpunt. Oh, dat was een fout hoogtepuntje. Jij hebt een ander hoogtepuntje. Komt nog een hoogtepuntje uit de arena. We bedoelden eigenlijk dit hoogtepuntje. Excuses. Groot verschil met wat je nu gaat doen. Ja, theater, klein. Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik heb altijd theaters en ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vind het ook een van de allerleukste dingen die er zijn. Omdat je, het is heel breekbaar. Je zit bijna met de mensen op schoot. Ik praat met ze. in deze show is zo leuk omdat ik doe 30 jaar hits, ik doe 30 theaters. En we doen ook 30 liedjes in de show. Hits. En het leuke is dat ik gewoon ook in de show gewoon met mensen praat. Wat te gek is natuurlijk, dat er ook mensen zijn die al 30 jaar naar René Vroeger komen kijken. En dat is zoiets apart. En die komen daarheen? En Maar vorige week stond ik in Horen. En dat, wat heel erg leuk is, dat je nu geen hele generaties beslaat. Want ik bedoel, er komen nu de dames vroeger die vooraan zaten 30 jaar geleden met hoog opgestoken haar. Die komen nu met hun dochters of met hun zoons. Terwijl die wereld wel heel erg veranderd is. Ik las dat je ergens van een van je eerste platen 200.000 exemplaren van verkocht. Dat waren toen nog normale aantallen. Ik zei je, het gekke van het verhaal is dat ik toen de tijd, laat ik zo zeggen, toen ik begon. En in de 90 jaren verkocht ik ongeveer 700.000-800.000 platen per jaar. Ja. Dat is nou niet meer. Zelfs als je heel goed en heel bekend bent. Want die aantallen zijn er niet meer. Nee, gelukkig verkoop ik fysiek, wat wij fysiek noemen, dus echte cd's. Ben ik nog een van de laatste de Mohicanen in Nederland. Van mensen die echt nog cd's kopen. En hoe kan dat? Ja, dat is mijn publiek, denk ik gewoon. Er zijn een aantal mensen in Nederland die echt nog fysiek verkopen. Ja, en de rest gaat natuurlijk allemaal via downloads, iTunes en de rest en noem maar op. Hoe zit het als je in zo'n theater, want het is volgens mij best wel spannend als je dat weer moet gaan oppakken als je het 6 jaar niet gedaan hebt. Ik moet je eerlijk zeggen, de eerste hebben een paar, dat is alweer 4 weken geleden, hebben we gedaan in Dronten. En toen was ik best wel een beetje nerveus. Best wel een beetje of echt wel stress? Nee, een beetje. Ik ben nooit nerveus. Ik ben een ijskonijn. Maar ik was wel een beetje nerveus over het feit of de mensen het nog leuk vonden. Weet je? Want ik bedoel, na 30 jaar, ik doe het eigenlijk al 35 jaar. Maar dat de mensen het nog steeds, dat de mensen de liedjes nog steeds leuk vinden. Dat de mensen René Vroeger nog steeds pruimen. Dat was toch even afwachten. Wat is dat dan? Word je dan een beetje onzeker dan op dat moment? Of hoe zit dat? Ja, het is toch even kijken. Er zijn ook een aantal liedjes bij die ik gewoon al 10 jaar niet gezongen had. En of die liedjes nog steeds aankwamen. Ja. En het is, ik moet je eerlijk zeggen, het is een gekkenhuis. Het is echt gewoon echt waanzinnig om te doen. Het is ook een 3 uur duur. Het is, de show duurt ook 3 uur. Wat doe je aan, wilde ik vragen. ook vragen trouwens. In ieder geval geen topperskleding. In ieder geval Nee, maar de mensen die komen gewoon een avondje gewoon gezellig. Ik vertel ook hele leuke verhalen. Ik vertel ook echt wat meer over mezelf. Over de afgelopen 30 jaar. Wat ik meegemaakt heb. Een beetje dingen over mijn jeugd. En je ziet gewoon dat die mensen, ja, die gaan gewoon swingend naar huis. Dat is echt ook een hele. Een feest der herkenning. Nou, laten we het wel hopen, ja. Ja. Volgende week ben ik hier. Wat heb je voor ervaringen hier in het zuiden? Ja, over het algemeen is het eigenlijk niet anders als anders in Nederland. Ze komen niet verkleed. Nee. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken, want dat is toppers. Oh ja, ja, ja. Dat is toppers. Ja, dat is, en dat is ook iets compleet anders, weet je. Dat moet je ook als een heel ander product zien.
Maar deze mensen, de fans liggen me zo nauw aan het hart. Ja. Henk, ben jij wel eens geweest of niet? Nee, ik ben niet naar de top Schaam geweest. Schaam je? Waarom? Schaam je? Want er komen genoeg mensen naartoe. Schaam je op zo'n in de televisie? Hey, maar is het met een band of zo? Speel je met een band? Ja, of met een combo? Of met een, nee, hoe is dat dan? We spelen met een grote band. Met Frogets erbij. Ja, okay. Tuurlijk. Dat wordt weer interessant. Ja. Ja. Okay. En, nee, het is gewoon echt, het is een feest der herkenning. Nou. En de mensen, nogmaals, de mensen gaan swingen naar huis. Het is opmerkelijk hoeveel liedjes er in je hoofd zitten die van René Vroger zijn. Dat ontdekte ik. Het leuke van het verhaal is wel, en daar ben ik wel heel erg trots op, dat op een gegeven moment als je mensen zo vraagt van zingen ze een liedje van René Vroger, nou, dan komen altijd mensen wat het een stuk of 5, 6. Maar wat ik leuk vind is dat op een gegeven moment, vorige week was een tante van me, die had een nichtje meegenomen en die zei, er was geen liedje wat ik niet kende. Oh. Ja. Weet je, en dan dat denk je, goed. Oh ja, dat is er ook een. Ja. En dat vind ik wel, dat vond ik heel erg leuk. Volgende week in het theater in Heerlen. Ja. En 8 december op L1 TV, alles voor de voedselbank. Absoluut. Oké, dankjewel. Kennen jullie Martijn van Helvert? Nee.